Het is vrijdagavond ah, en die week is weer voorbij. Je hebt de hele week gewerkt en nu ben je lekker vrij. Remco gaat de week weer door met het nieuws uit de week in de show. Die week, die week, die week uit het nieuws. Ja, mensen op deze uh, 12 maart zijn we een nieuwe aflevering van Die Week uit het nieuws. Ja, mensen we zijn weer met een nieuwe aflevering van deze serie. Afgelopen vrijdag waren we niet, omdat uh, ja, ik had het gewoon te druk. Ja, laten we daarop houden. Ik had het gewoon te druk. En uh, nou niet te druk zijn, maar gewoon... Ja, ik heb de hele dag gewerkt. Ik had uh, de hele dag wind tegen. Dus ja, ik uh, kon er gewoon amper uh, doorheen fietsen. Ik kon er gewoon niet doorheen fietsen. En ik was kapot toen ik thuis was. Echt waar, ik was kapot. En uh, <laughs> ik ben nog steeds een beetje moe. Maar ik vond dat het uh, best wel veel indruk gaf gisteren, de dus zaterdag. Omdat ja, um, met Advendo... Waar ik op zit, zeg maar. Slag en vlag heet dat. Zijn wereldkampioen geworden. Dus dat is een mooie presentatie voor ons. 100 punten verdiend, zeg maar. Bij uh, de jury in Leeuwarden. En uh, ja. ja dat, daar ben ik best wel blij om. Ja, dat is logisch. Um, ja, deze aflevering gaan we hebben over de, ja, de klimaatprotest van gisteren. En natuurlijk over. Um, ja, uh, wie is de winnaar? En uh, over die dash uh, van NOS Spot, wat daar uh, ook weer misging. Allemaal naar het uh, die week uit het nieuws. Kort filmpje. In de show. Die week. Die week? Die week uit het nieuws. Ja, mensen en uh, wat ik al zei ja, over dat uh, nieuws over uh, wat er gebeurd is daar. De klimaatprotesten. Want ja, werd uh, een week geleden werd aangekondigd dat daar. Dat, 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 geprotesteerd zou worden in op uh, de A12 tussen uh, bij Den Haag volgens mij, we zouden geprotesteerd worden voor uh, uh, ja, klimaatprotest. De politie heeft in Den Haag een einde gemaakt aan een demonstratie van klimaatactivisten op een deel van de A12. Demonstranten van onder meer de Action Rebellion blokkeerden urenlang de snelweg vanaf het middaguur, hoewel de gemeente dat had verboden. Kort na 5 uur begon de politie met on ontruimen van de geblokkeerde snelweg. nadat de autoriteiten van de demonstranten herhaaldelijk hadden aangespot om weg te gaan. Een deel van de betogenschap gehoor aan die omroep, maar er bleven ook veel demonstranten zitten. Daarop zette de politie het water in met zogeheten benevelstral. Ja, ja ik snap hem wel. Want ja, het gaat natuurlijk over ja, als ik het goed heb, klimaat volgens mij. Ik zou het. Het hele bericht even lezen op uh, NMS. De politie zegt op Twitter dat alle actievoerders meermaals de kans hebben gekregen uh, om een actie te beëindigen om weg te gaan. Iedereen die blijft, kiest daar, daar bewust voor. De achtergebleven demonstranten werden in de stadsbussen van de Hazen vervoerde HTM vervoerd naar het politiebureau. Kort na 8 uur meldde de politie dat de A12 weer vrij was. Ook enkele demonstranten die in hoog in de boom zaten, waren rond dat thuis naar beneden gekomen. De politie heeft 700 te aangehouden. Zij hebben op de politiebureau droge kleren gekregen... Dat staat in, de, staat in de persbericht. Het overbare ministerie buist zich op... ...op een later moment over het vervolg... de politie. De De, de Haagse burgemeester van Zaanen... ...noemt het triest dat het nodig was... ...om waar kon de waardenkond in te zetten... In een verklaring brandt hij onder mede de politie en brandt voor hun inzet voor, van vandaag. De brandweer had haar voorzorg een tent neergezet op de Zuid-Hollandse uh, laan in Den Haag om de hoek van de geblokkeerde A12. Daar worden actievoeten die nat waren geworden door de waarde terecht voor een medische controle en droge kleding. Sommige demonstranten klaarden op Twitter dat de politie de toegang tot de tent vers, verperde, vers, versperde, maar volgens de politie is dat niet waar. Oké. Okay ja interessant verhaal ja die klimaatprotest ja ik snap hem wel want ja we weten ja volgens mij als ik het goed heb. want die klimaat dat is echt een gedoe zeg maar als ik het goed heb want ik weet niet zeker of ik het allemaal juist zeg zeg maar dus dan moet je me verbeteren als ik het verkeerd zeg um, ja die klimaat ja mensen willen graag um, ja want ja, die klimaatverandering, dat is, dat is een dingetje. Dat is gewoon een dingetje, die klimaatverandering. En je merkt gewoon dat het steeds anders op aarde Want ja, we hebben gewoon in januari gewoon, gewoon best wel warm ja, weer gehad, laten we zeggen. Warm weer voor de tijd van de jaar. En in maart gewoon sneeuw, zoals nu. Zoals we deze week, afgelopen week. Gisteren in de weer in de fluitige manier vermeld. En dat is toch bizar dat dat, dat, dat allemaal zo gebeurt. Eigenlijk hoort het niet? Die, uh, dit wat er gebeurt met die sneeuw in maart en in januari gewoon dit van het natte zachte weer. Ja, daar word je juist ziek van. Dus ja, ik snap hem wel. Uh, ik denk als ik het, ik hoop dat ik het goed zeg, anders moet je me altijd verbeteren. Uh, Laat vooral in de comments weten wat jij erover denkt. Uh, reacties dus. <laughs> alle even in reacties wat jij erover denkt. En uh, dan ben ik wel benieuwd wat iedereen erover denkt. En dan gaan we even naar het volgende web. Gaan we hebben over uh, de opkomst Provinciale Statenverkiezingen. Altijd laag. Ja, want komende woensdag kunnen we stemmen voor de Waterstad uh, Waterstadverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen. Uh, 15 maart, komende woensdag. Ja. In de show die week die week die week uit het nieuws: Ja, want um, ja, wie gaat er winnen van de professionele staatsverkiezingen? Uh, ik heb geen idee. Dat was het. Eerste. ik heb echt wereldwijd geen idee. Maar waar ik op ga stemmen, ik, uh, ik weet het ook niet. Ik moet er zelf nog een stemwijzer doen. Stemwijze: En um, ja, ik heb die een tijdje geleden gedaan, maar uh, ja, weet niet, beviel me niet echt. Uh, ja, je moet er goed in, goed in uh, doordringen. Zijn. Goed, nou, doordringen, dat is, dat is het juiste woord, ook weer niet. Maar um, ja, je moet gewoon goed kijken wat er, um, wat er, um, wat er staat. Ja. Wat je, waar je op moet stemmen. Want, ja. En ze zeiden bij mij uh, BWB. En ja, eigenlijk, ja, als ik eerlijk moet zijn, vind ik dat wel een goede partij. <laughs> Voor de mensen die willen weten. Iedereen mag tegen mij zijn, dat mag natuurlijk altijd, mag altijd tegen mij zijn. Maar ja, Bayern B vind ik persoonlijk ietsjes beter, beter. Maar uh, ja, de opkomst van de professionele verstaanverkiezingen en die van de baanschappen is een structureel, structureel, structure, wat structure een rot naam, structureel, structureel. Lager dan de gemeente- en landelijke verkiezingen. Een groot deel van de verkiezers is überhaupt niet in de provinciale staten geïnteresseerd, Blijkt uit eerder onderzoeken laten staan in de waterschappen. In Nelbrammer lag de opkomst in 2019 op 52,4%, wat lager dan Utrecht 60,4%. De provincie met de hoogste op opkomst over het algemeen ligt de opkomst in Brabant, maar ook Limburg nog een paar procent lager dan landelijk, vertelt politico Hans Voorlaat aan de Universiteit Utrecht. Het valt te verwachten dat het nu weer het geval zal zijn. Sommigen spreken van het, het Noord-Bramantse effect, waarbij ze de tijd van de Republiek aanhalen en zeggen dat mensen zich in de regio sinds die tijd twee rangs burgers voelen. Maar je kunt wel stellen dat ze, dat, dat ze nu in het noord al een flinke tijd een partijtje mee blazen. Dus je kunt je wel afvragen of het nou een verhaal is, al dat dus is mm, Het is ook zeer de vraag of het echt komt door politiek, politiek, want er al bij stemmen zijn nog brabant. Ja, ja, dus de, de, ja die, gewoon de normale verkiezingen, zoals uh, Mark Rutte en dat soort mensen, ja, dat is niet zo moeilijk. Je moet gewoon kijken op wie je wie moet stemmen en dat is het. Maar die, die, die professionele statenverkiezingen en die waterschappen, ja, dat is een stuk moeilijker. En dat kan ik wel begrijpen, mensen. Dat dat dus een stuk moeilijker is. Want ja, dat is gewoon... Je moet goed kijken wat je... Bij al wie, op wie, wat... Op wie je stemt eigenlijk, ja. En verder heb ik er eigenlijk geen woord voor. Dus ik uh, raad het hierbij. Uh, dit, kom, dit maken we vrijdag wel weer af. En uh, ja. Um, dan gaan we naar het volgende web. Gaan we hebben over... Um, ja, de NOS spot. Want ja, er is... Uh, wat um, best wel heftig gebeurt ik kan me stellen. In de show die week, die week, die week uit het nieuws. Ja, best wel heftig. Oh, dat is een verkeerde. Um, ja, die heb ik dus niet. Dat plaatje. Nou, doe ik deze wel gewoon. Ja, de complete hoofdredactie van NWS. Spot moet per direct worden vervangen. Dat zei Inge beraken. Ja. Ik snap het wel. Maar ja, ik snap het wel. Wat er precies is gebeurd, ik weet het niet precies. Maar er is, er is wel genoeg gebeurd. Ik zou even kijken wat er ook weer was gebeurd. Ja, over misstanden. Ja. Ik zou even kijken waar staat het nieuws. Over de NOS. Ja, ja ik zou het hebben. Ik sta hier bij de AD. En uh, De hoofdredactie van de NOS Spot staat op. met melding van persgedrag, seksuele intimidatie en discriminatie. Er komt een extra vervolgonderzoek naar de tientallen meldingen over het grensoverschrijdend gedrag. op de Spotredactie van de NOS. Ook de hoofdredactie van de NOS Spot op termijn terug. Dat is vandaag door onderbaas Gerald Timmer medegedeeld aan de medewerker Hij maakte excuses van de onveilige werksfeer. Uit de inventarisatie van de afgelopen maanden kwamen meldingen van pestgedrag, seksuele intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken. Om tijdsbestek verlangen na 20 jaar naar voren. Een handelijke externe klachtencommissie gaat deze melding op een onderzoek op feiten als de meldingen melden dat willen. De NWS directie heeft daarnaast een Extern adviesbureau ingeschakeld om een cultuur-omslag te bewerken, met als doel een veilig en sociaal werkklimaat. Ook de organisatie en structuur van het sport wordt onder de loep genomen. In overleg met de directie zal de huldige vierkopige hoofdredactie gefascineerd terugtreden. Hoofdredactie en de sport, -node, zegt hierover: zodra helder is hoe de omslag het beste gemaakt kan worden, hoort daar ook een nieuwe leiderschap bij. En daar maken wij als hoofdredactie. Ruimte voor. Niet per direct, maar de, want de continuïteit. Want spotbeslaggeving dient gegarandeerd te blijven. Wel op termijn, en daarover gaan we in gesprek. Ja, ja ik vind het uh, best wel heftig wat er is gebeurd. Want ja, dit hebben we eigenlijk nooit geweten. Ik kijk zelf en we spot nooit. Studio Spot. Ik kijk het zelf nooit. Ik vind het nooit echt wat aan. Alleen altijd eerlijk mag zijn. Dus daarom kijk ik het niet. Maar dat dit naar voren komt bij de. Bij de NOS, ja, dat is wel bizar hoor. Dat al die jaren dit eigenlijk... voor werd gehouden. Zo komt het op neer, toch? Ja. Ja, dat is eigenlijk niet echt... Uh... Ja, dat maakt je werk wel een beetje ongeloofwaardig. Ja. Uh, ja, en nu, denk ik dan... Want vanmiddag voor heeft het volgens mij wel weer op de VNOS-spot... Maar uh, de hele hoofdredactie. En ik, en ik weet niet wat er voor in de plaats komt dan nu. Maar ik denk dat er wel goed over nagedacht wordt. wat er nu gaat gebeuren. Denk ik. Tom Eigenbest is, is morgenavond ook niet te zien. in Studio Spot Erevisie, volgens mij. Had hij geleten. Dus. Uh, nee. Het is klaar. Dus. Uh, ja, we laten dit even achterwege en dan uh, gaan we volgende week wel weer kijken wat, wat er uh, nog meer nieuws is over NOS Studio Spot. Dit was de aflevering voor deze uh, zade, zondag 12 maart. Uh, fijne middag en tot komende vrijdag bij een nieuwe aflevering van Die Week uit het Nieuws. Tot dan, hoi hoi. In de show, Die Week, Die Week, Die Week uit het Nieuws.